Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, woensdag 25 augustus. Vandaag in het journaal. Reproductiegetal is flink aan het stijgen. Delta-variant mogelijke oorzaak van de stijgingen. Van 1 tot heden is 97% van het aantal ziekenhuisopnames niet gevaccineerd. Wat doet een viroloog? Als we kijken naar de Situation Report op de website van het BOG, dan zien wij dat het reproductiecijfer flink aan het stijgen is. Deze stijging komt mogelijkerwijs door de Delta-variant. Volgens de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gayadar-Sukul, is er sprake van community spreading van de Delta-variant en dat baart het ministerie enorme zorgen. In gesprek met ABC Online News geeft hij aan dat we moeten proberen niet met z'n allen ziek te worden. En dat moeten we doen om alle preventiemaatregelen in acht te nemen. Sukul ziet het in het vaccineren een belangrijke middel om de pandemie onder controle te krijgen. We willen niemand dwingen om zich te laten vaccineren. We hebben de bescherming nodig om uit deze miserie te raken. De inzet van elke burger is noodzakelijk om dit doel te bereiken. Laat je daarom spoedig vaccineren. Aldus Gayadar Sukul. Dagelijks worden we geconfronteerd met de stijgingen op de COVID-19-dashboard. Het reproductiegetal is ook flink aan het stijgen. Momenteel staat dat op 1,54, wat wil zeggen dat 100 besmette personen 154 andere personen kunnen besmetten. Intussen zijn er opnieuw monsters weggestuurd naar het RIVM en het wachten is nu op het resultaat. Elke twee weken worden er nieuwe monsters weggestuurd die door het RIVM worden onderzocht om welke variant het gaat. Directeur Rakesh Gayadar-Sukul zegt dat de regering zich enorme zorgen over het aantal besmettingen maakt. Suriname bevindt zich nog in de derde golf en de vierde golf lijkt zich al aan te melden. In de periode 1 tot 20 augustus zijn er 160 mensen die besmet zijn met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen. Slechts 3 personen waren volledig gevaccineerd tegen COVID-19, terwijl 157 personen niet gevaccineerd waren. Dit betekent dat van de personen die vanwege een COVID-besmetting opgenomen worden in een ziekenhuis, ongeveer 97% niet gevaccineerd is. Het ministerie van Volksgezondheid maakt deze cijfers bekend om de samenleving ervan bewust te maken dat COVID-vaccins ziekenhuisopnames kunnen voorkomen. Het ministerie hoopt dat personen die zich nog niet hebben laten vaccineren of hiertoe niet bereid zijn, het belang van vaccinatie in zullen zien en overstag zullen gaan. Volgens minister Umar Ramadien van Volksgezondheid zullen er meer cijfers of statistieken gedeeld worden met de bevolking. Wanneer we vandaag de dag merken dat onze weekgemiddelde stijgt, onze R stijgt en wij de statistieken bekijken en ook publiceren, en u zult het trouwens ook gezien hebben, de statistieken over de opnames in de ziekenhuizen in relatie tot het vaccineren, waar we in de periode 1 augustus tot 15 augustus 160 opnames hebben bekeken, waarvan 160 van de 160 3 gevaccineerde en 157 ongevaccineerde personen. Met welk gevoel gaan deze verontruste burgers slapen als ze elke dag en de hele dag mensen zitten te demotiveren om te vaccineren? Om dan te weten dat die personen, dezelfde personen die zich niet laten vaccineren, het gros van de deel vormt welke opgenomen wordt in een ziekenhuis met een COVID-infectie. Laten we goed kijken naar onze inborst. Laten we goed kijken naar deze situatie. De overheid werkt eraan om een ieder zoveel mogelijk te motiveren om te vaccineren. Wanneer verplicht Noamang dat hij naar tegen mij nooit, verplicht. Men motiveer je en ik toon je aan waarom. Want van die 160 personen waren 157 niet gevaccineerd. En er komen nog meer statistieken, want die statistieken gaan ook uitwijzen hoeveel van de overledenen gevaccineerd waren. Want er worden verhalen hier en daar verteld, ook door parlementariërs, ook door gezaghebbende personen of mensen met invloed, dat gevaccineerden komen te overlijden als gevolg van de prikjes. Maar ze kunnen dat niet staven. Ze kunnen die informatie niet hard maken. Dat noemen we huichelarij. Niet de informatie die wij geven, waarbij we met statistieken aantonen van de overledenen hoeveel mensen gevaccineerd waren en ongevaccineerd waren.
In ons land zijn tot op heden in totaal 312.646 prikken gezet op een populatie van 601.158 inwoners. Het totaal aantal gevaccineerden met minimaal 1 dosis is momenteel rond de 198.011, wat komt op 32,94%. Ik go te kaspoiti. Zij denk ik te kaspoiti today, omdat ik vind dat ik aan de van roof te kaspoiti dit is. Omdat als poiti dit is, ik maak een talibi. Plus, ik maak een talibi, ik ga een man talibi. Omdat ik te kaspoiti om boven, zoals ik te kan chai kwaai, daar kan chai de kwaai libi. En ik denk dat ik mezelf hier, ik kan bij elkaar, wat ga ik zeggen, ik heb een lassi. Ik heb een kisi dan, ik te kaspoiti dan, in de defaspoiti. Dus, ik roep alles maar op. Taki alla sama wani kai taki aspoiti ya ugogo taki aspoiti unome arki de sansa de sama itaki na social media de sansa we lukwa new telephone Facebook anga de sande na social lei de sama lei anono abena 1 mil pasa 1 miliard sama ni gonta puli taki aspoiti ya sana yana bena 100 so feel dunso sama di taki aspoiti ya na wasanya du dete akang akang eto wan lei si akang dati aini 1000 sama teke da kan de wan sama no mo abi bopal de klakte dat kang ala enya la sani adeso ma me rupu op taki ugogo teke aspoitia aspoitia asiki dis nede kar dede ena pasiki dis kisi a ugogo kiriu evi abi on de lekende andunenga de su teke aspoiti. Een viroloog is iemand die werkt met virussen, bijvoorbeeld verkoudheidvirussen, griepvirussen, virussen die waterpokken of de ziekte van Pfeiffer of HIV veroorzaken. Dat kan iemand zijn die bijvoorbeeld biomedisch, wetenschappen, diergeneeskunde of geneeskunde heeft gestudeerd. Vaak werken deze virologen samen bij het doen van onderzoek. In deze editie van het journaal gaan we in gesprek met microbioloog Jan Weel, die zich is gaan specialiseren in de virologie. Virologen die hebben diverse taken. Een van de voornaamste taken is ervoor te zorgen dat de virusinfecties die rondgaan, dat die op een correcte manier gediagnosticeerd worden. Dat degene die het aanvraagt, dat die begrijpt wat de uitslag voorstelt. Dat die ook de terugkoppeling aan deze en gene voor wie dat aangevraagd wordt, dat dat gegeven kan worden. En wat ik zelf heel belangrijk vind van virusinfecties, dat je verstand hebt van preventie. Dat je virusinfecties zijn helemaal niet leuk. Of je nou luchtwegvirusinfecties hebt, of dat je diarreevirusinfecties hebt, of noem het maar op. Je moet het proberen zo klein mogelijk te houden. En dat, er is maar veelal maar één methode voor. En dat is zorgen voor preventie. Dat is zorgen dat de verspreiding niet doorgaat. En aan de andere kant, omdat er virusinfecties heel slecht te behandelen zijn, er zijn maar een paar virussen te behandelen, maar veel virussen zijn niet te behandelen, moet je verstand hebben van je vaccinatie tegen deze virussen. Dus het vak maakt dat je verstand moet hebben van vaccins en vaccinatie. En dat probeer ik. Dat heb ik de afgelopen 30 jaar in Nederland gedaan en daarna nu werk ik hier voor de tweede keer. Vaccins werken door het immuunsysteem van een persoon de natuurlijke afweer van het lichaam te stimuleren en voor te bereiden om een bepaalde kiem te herkennen en zich tegen die kiem of infectieziekten te verdedigen. Als je dan later met het virus besmet raakt, herkent je immuunsysteem het virus en, omdat het al voorbereid is om het virus aan te vallen, beschermt het je tegen dat virus, bijvoorbeeld COVID-19. Over heel de wereld worden er verschillende vaccins toegepast ter bestrijding van het COVID-19 virus. Er zijn diverse vaccins. Hè? Er zijn 5 vaccins. Het is zo dat het Sinovac en het Sinopharm en het Sino en het Sputnik, dat zijn geïnactiveerde coronavirussen. Het zijn coronavirussen die zijn gekweekt in cellen. Wat u moet weten is van, net zoals dat we het in cellen kunnen kweken, kunnen we het ook in uw cellen kweken. Dus ook u kan een coronafabriek zijn. Maar die cellijnen die kunnen wij gebruiken en in die cellijnen kunnen wij virussen kweken. En vervolgens kan je ze inactiveren
En dan heb je geïnactiveerd virus wat je als vaccin kunt gebruiken. Daarnaast kan je andere virussen zodanig veranderen dat een klein stukje van het coronavirus in die andere virussen terechtkomen. Die andere virussen gaan weer in cellijnen. Dan ga je precies hetzelfde proces ga je dan laten plaatsvinden, namelijk die virussen ga je kweken. Maar dan heb je niet het hele virus wat je als vaccin gebruikt, maar een klein stukje. En het is met name dat kleine stukje wat je moet gebruiken, wat die virussen gebruiken om cellen binnen te komen. Want dat is nou net niet de bedoeling. Dus dat is, ja, zeg maar, dat is het AstraZeneca wat dat doet en Janssen wat dat doet. Dus die maken gebruik van andere virussen die een klein beetje veranderd zijn, die opgekweekt zijn en die vervolgens bij u en bij mij ingebracht zouden worden wanneer we gevaccineerd zouden zijn met Astra of met Janssen. Dan is er nog een laatste groep van vaccins, dat is Pfizer en Moderna. Dat is een heel ander principe, echt een heel ander principe. Wat je dan doet is de genetische code voor een klein stukje van dat virus, dat breng je in een vetbolletje, in een micel. En die vetbolletjes die kan je maken en kweken. Of die kan je produceren in een fabriek. En dus dan krijg je vetbolletjes, inclusief een stukje genetisch materiaal van dat virus, wordt dan bij jou ingespoten. En die kleine stukje genetische code van dat virus, dat zorgt ervoor dat er iets gemaakt wordt. En dat iets wat er gemaakt wordt, dat noemen we antigeen of eiwit. En dat antigeen of eiwit wat ze gekozen hebben, is weer hetzelfde stukje wat een virus gebruikt om cellen binnen te komen. Dus alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat de cellen, wanneer u daarvoor blootgesteld wordt aan het virus, om dat virus niet die cellen binnen te laten komen. Dat was het weer voor deze aflevering van het COVID-19-journaal. Nogmaals, uw attentie, laat u zich vaccineren. Ga alsjeblieft niet in op fake news. Bezoek de officiële kanalen, Facebook van het Ministerie van Volksgezondheid, Facebook van BOG, CDS, de website laatjevaccineren.sr en hou je nog steeds aan de maatregelen. Mohana, tot de volgende keer.